Nee, maar dat kunnen we wel doen, ja. Een beetje voorbereiden. Ja. Maar het is eigenlijk toch wel apart, hè? Mm. Dat je hier gewoon s'avonds gewoon kan doorlopen. Hè? Was je daar wel met die jongeren? Ja, zeker. Security is toch in de buurt. Daarom. Ja, in een ander park kun je dit zoiets niet doen. Mm-hmm. Klopt. Hier wel. Mm-hmm. Maar ja, zo'n avondwandeling doet het altijd wel goed hier. Schommelschip. Een oude huisklassieker. Heel vroeg, of tenminste, er reizen nog een paar op de kermis, maar niet in Nederland, maar in, volgens mij nog in Duitsland nog eentje. Van is in Frankrijk, een van die twee. Dan heb je hier nog een andere huisklassieker, dit is een trojka. Hier in Slagharen wordt die de Tomahawk genoemd. Dat is ook een mooie huismachine.
Ja, dan lopen we nu langs het Circus Show Theater of het American Circus Show Theater. Vroeger was er gewoon echt een circus wat hier optreden. En nu is het meer echt gethematiseerd naar een western circus gebeuren. En nou ja, dit jaar was het gewoon van de zomer echt gewoon fantastisch. Want Alfredo Lorenzo was er en de rest van het hele entertainment team. En die hebben het gewoon een complete show neergezet. En dat is nu helaas alweer afgelopen. Ik heb daar helaas ook niks op beeld vast kunnen leggen, want ja, ik had de camera veel thuis en ik kwam ook weer van werk en we dachten, kom, we gaan nog even naar Slagharen en dan heb je natuurlijk niet je eigen camera mee. Maar ik heb wel wat gefilmd en dat staat nog op mijn telefoon en dat probeer ik binnenkort nog een keertje online te zetten. Maar ja, dit is dus het Circus Show Theater of het American Circus Theater. Ik weet niet, sinds 2000. Was vroeger ook niet. Nee. De Main Street is er pas vanaf 2000 gekomen. Ja. Toen was dit vroeger één rechte weg. En, ja. En volgend jaar pas staat deze mooie park. Moet ik goed zeggen. 50 jaar, als het goed is. Ja. Nee, langer. Langer. 63 deze. Dat, 60 jaar. Ja. Dan staat deze mooie park 60 jaar. En achter het reuzenrad, daar zijn ze nou bezig om, om helemaal koud te maken. Want daar komt een uitbreiding te staan over een jaartje, anderhalf jaar, zoiets. Dus het moet medio 2023 plaatsen in ieder geval. Ja. En er zal sowieso een achtbaan komen, een hangende achtbaan. En of dat een familieachtbaan is, dat zal denk ik wel zo zijn. En voor de rest zal nog een paar andere losse attracties bij komen. Maar er is daarachter nog wel voldoende ruimte om heel iets nog uit te breiden. Dus ja, voor de rest moet dat wel goed komen. Maar het zal natuurlijk ook voor het park wel weer mooi zijn om een stukje uitbreiding te doen. De kalopjes. Valt mee met de kou. Vorig jaar was het kouder. Vorig jaar was het inderdaad kouder.
Ja.
Ja, dat is allemaal leuk. Ja, dat is allemaal leuk.